allemaal. Hier zijn we weer met een nieuwe kookcursus. Wat ik ga koken vandaag is het volgende. Lekkere asperges met lekkere roodkool aardappelen. En die roodkool aardappelen gaan we lekker in vieren snijden. Lekker met knoflook en dan lekker in de oven. Ik heb ook in de tussentijd nog wat stoofvlees opgezet, rundvlees. Twee soorten rundvleesschotels gemaakt. Deze met kokosmelk en met een beetje ketchup. Dat is wel lekker. En ik heb stoofschotel opgezet met Koreaanse saus. Dus een beetje pittig. Kijk, lekker sudder. Laten we gewoon een dagje lekker staan. En dan zie je lekker mals. Maar dit gaan we vandaag niet eten. Ik heb gisteren ook een stoofschotel gemaakt van lamsvlees. En die gaan we vandaag eten. Lamsvlees met asperges, roos van aardappelen. En wat ik ga doen, ik ga die asperges ga ik schillen. Asperges die kook ik in de schil. En dat vocht daarvan maak ik lekker aspergesoep van. Ja, dan pak je gewoon twee vliegen in één klap. Nou, wat ik net zei, ik heb gisteren al lamsschotel opgemaakt. En die gaan we lekker opzetten. Dan moet ik eigenlijk alleen maar warm te maken. Ziet? Dus dit eten we vandaag. Gewoon lamsvlees. Lekker met een sausje. 2 dagen laten staan. Lekker mals. Goed. Het begin. We gaan de asperges gaan we schillen. Als je geen dun schiller hebt, kan je natuurlijk ook een kaasschaal gebruiken. Asperges. Even een bakje. Zo, zijn we weer. Dun schillen, mevrouw heeft een dun schillen gevonden. Dus we kunnen de kaasschaaf kunnen wegdoen. Oké, dun schillen, hou me vast. En dan ga je gewoon rond. Het liefst gewoon 2 keer rond. Niet als je hem zeg maar goed controleert, dat er geen schil meer op zit, dan zit je gewoon goed. Even op stop. En dan gaan we nog eventjes 10 minuten door. En na 10 minuten kom ik weer even terug. Oké, we zijn nu 10 minuten verder. Even kijken, nou, de asperges zijn bijna geschild. Ik moet er nog 2 doen. Even goed heen en weer gaan. Eraf halen. Klein beetje aan de voorkant. Laat ik de kontjes. Die snijden we ook eventjes mooi af. En die doen we ook even lekker trekken. Dus dat is ook wel even lekker voor de smaak. Doe ze allemaal even bij elkaar. Zo. Door de kontjes afsnijden. En dan gaan we daar even met koud water op zetten. Wat ik zelf lekker vind, is een klein beetje foelie. Een beetje laurierblad. Een beetje suiker en een beetje zout. En een beetje roomboter of boter. Maken we eigenlijk een soort bouillonnetje van. Ik moet even kijken of ik wel foelie in huis heb, maar goed, dan weet je het in ieder geval. Schepje suiker. Nou, dit zet ik op het vuur. Laat ik even koken. En laat ik even een kwartiertje, 20 minuten trekken. En dan doe ik de asperges erbij. En ik kom zo weer bij jullie terug. We hebben nu de roos van aardappelen. En de roos van aardappelen kunnen we gewoon lekker in de schil snijden. Doe gewoon lekker in vieren snijden en doe een beetje olie erin en kruiden en even lekker in de oven. Ja, dus gewoon in vieren snijden en een bakje doen. Bakje. Aardappelen, je hoeft niet te schillen. Ik heb verschillende soorten olie gekocht laatst. Ik heb bijvoorbeeld de sesamolie. Ik heb de truffelolie. Ik heb de citroenolie en ik heb de knoflookolie. Wat ik ga doen, ik doe een beetje een combinatie van geroosterde sesamolie en wat knoflookolie. Klein beetje erin. Beetje van dit en een beetje van dat. En wat misschien ook wel lekker is chiliolie.
die olie. Zorgt voor een beetje een pittige smaak. Beetje peper en zout. Ik doe even geen peper erin, want ik heb natuurlijk de chiliolie gebruikt. Dus alleen maar een beetje zout. En ik kan een klein beetje... Oh jee, ik heb een beetje gemorst. Oh jee. Een klein beetje kruiden. Ik heb hier wat Italiaanse kruiden. Ik heb hier ook wat verse kruiden. Maar dan gaan we daar ook het laatste moment erbij doen. Ik heb wat mint, ik heb wat dille. Wat peterselie. Maar dan doen we er dadelijk wel een beetje bij. Oké. Nou, het is heel simpel. Oh, wat ook lekker is. Het is een klein beetje... Een beetje groentebouillonpoeder. Beetje van dit en een beetje van dat. Kijk eens hoe lekker dat eruit ziet. Kijk. Oké, dit doen we op in zijn geheel op een plaat. Bakplaat. Vetvrij papier. En dit verdelen we dus gewoon op de plateau. Tot verdelen. Kijk eens aan. En dit gaat even lekker de oven in. Een minuutje of 30. Zodat ze lekker lichtbruin zijn. In de oven. Voilà. Oké, dat is dus stap 2. Stap 3. Heb ik natuurlijk wat ik net zei. Ik heb die lamsbouts gestoofd. Dus doe ik in een pannetje. Dus ik kan hem gewoon even heel zachtjes opzetten. De schillen staan nog op. Ik ga ze over een kleine 5 minuten ga ik ze afgieten. In de tussentijd ga ik eventjes een roetje maken. Want we gaan natuurlijk een lekkere aspergesoep maken. En die gaan we dus maken van boter en bloem. Nou, wat we gaan doen, we doen een klein beetje boter in de pan. En gaan we een roetje maken. Zo, een beetje boter. Die smelt we eventjes. Kijk, in de tussentijd heb ik hier die lamsbout op staan. Het maken van een roetje. Boter even smelten. Kijk, en als je het echt lekker wil maken, kan je zeg maar een knoflookje aanzetten met een beetje ui. En dan de bloem erbij. Dat doe ik eventjes niet, want ik ga hem pas later goed op smaak maken, dus dat komt wel goed. Kijk, even smelten. Ik heb hier de bloem. Als de boter gesmolten is. En dan is het gewoon even kijken hoeveel bloem je erbij doet. Dat moet gewoon een lekker pakje worden. Tussentijd doe je het vuur uit, of zacht. Het belangrijkste is dat de roe gaar is. Kijk. Zie je dat? Dit ga ik alleen een klein beetje gaar maken. En gaar maken doe je door middel van het vuur, een minuutje of 2. En dan gaan we in de tussentijd gaan we de vocht gaan we afgieten voor de soep. De bekken eronder. En het vocht giet ik af. Kijk, en die schillen kunnen we nou gewoon weggooien. Want als je het zeg maar met de schillen weer mee gaat koken, dan kan die bitter worden. En dat is niet lekker. Bouillon over. Kijk, dus de roe is gaar. Wat ik nou ga doen is, ik gooi het vocht gooi ik erbij. Ik heb van de week lekkere saffraan gekocht. Lekkere saffraan. Ik doe wat erbij. Niet te veel, ook niet te weinig. Zet dan.
Dit is in principe gewoon genoeg voor de soep. Niet te veel, anders gaat het overheersen. Maar net als je iets proeft, maar je denkt van, hé, ik proef wat. Wat is het? Safraan. Dus de soep is in ieder geval klaar. Nou, het andere gedeelte van het vocht van de asperges, daar gaan we de asperges zelf in koken. Nou, gekookte asperges. Nou, doe er lekker bij. Huppatee. En nu even lekker koken. Zo. Even deksel erop. En als die kookt, dan laten we nog even een kwartiertje staan. Totdat die beetgaar is. Hij moet weer niet te zacht zijn, ook niet te hard, maar hij moet gewoon lekker beetgaar zijn. In de tussentijd heb ik ook de asperges gekookt. Eerst eventjes 4-5 minuten laten koken. Daarna het vuur uitzetten en dan gewoon met de deksel erop laten staan. Dan zijn ze lekker beetgaar en die kunnen daar ook gewoon lekker op eten. Oké, dat is nummer 2. Nummer 3 is natuurlijk de lamsvlees. Kijk, is dat lamsvlees. Dan warm. Lekker. Gisteren opgezet. Heerlijk. Dus die is ook klaar. En natuurlijk, the last thing, but not least, is de geroosterde aardappeltjes. Dus kijk hoe lekker dat eruit ziet, dames en heren. Kijk. Geroosterde aardappeltjes. Lekker uit de oven. Even een beetje olie afgieten. Huppatee. En kijk eens even aan. Ik heb dus lekker gekookt. Ik heb hier de asperges. Ik heb de geroosterde aardappelen. Ik heb de lamsvlees. Ik heb van het vocht heb ik lekkere asperges opgemaakt. Asperges met een beetje pieslook zit erin. En natuurlijk, wat er lekker bij hoort, is een lekkere Italiaanse wijn. Ik zou zeggen, buon appetit.